Vol enthousiasme beginnen ze vandaag aan het beslag en de vulling, zodat ze morgen de taarten kunnen gaan decoreren. Behalve Rochelle, want die besluit alvast te beginnen met de decoratie. Hebben jullie bloemen eerder gemaakt? Nee. Waarom? Maar ik ga er niet te veel over nadenken. Ik ga het gewoon doen. Het moet niet heel moeilijk zijn. We zijn nog niet hard genoeg. Wat ben je aan het doen? Je bent druk bezig met de bloemetjes. Ja, klopt. Hoeveel heb je van plan om te maken? Onwijs veel. Hoeveel? 200. Ja, het is best wel een uitdaging. Ik denk dat 200 niet haalbaar is. Oké. Okay. 200 bloemen. Dat is echt veel werk. Dat is heel veel werk. Maar ik zou ook geen 200 bloemen maken. Nee, ik ook niet. Nee. Ik denk dat je beter je tijd anders kunt... Ja, vooral als het in één dag klaar moet. Ja. Jullie zijn echt onwijs creatief, hè? Maar ik maak me na de eerste opdracht, ondanks dat jullie die hebben gewonnen, wel een beetje zorgen om het plan van aanpak. Dus ik wil echt heel graag dat jullie de koppen goed bij elkaar steken, zodat jullie echt iets moois afleveren aan het bruidspaar. Nee, en dat niet straks iets half af is. Nee, dat gaan we zeker. Dus de bloemen vind ik ook wel een dingetje. 200, ik weet niet of je dat gaat redden. Ons plan dat verandert eigenlijk altijd. Dat hebben we eigenlijk altijd, dat we wel een soort van beeld hebben. Maar tijdens het bakken dan hebben we zoiets van, oh, dit kunnen we ook doen, dat kunnen we ook doen. Dus het is voor mij heel lastig om nu al te zeggen van, precies zo ziet het eruit. En dat komt hier, en dat komt daar, en dat komt zus, en dat komt zo. Ik denk dat ik gewoon roosjes ga maken dan. Want dit is ook niks. Nee, hè? Nee, maar dat heb ik je net al. Ja, maar wat wil je dan als decoratie op die taart doen? Ja, kom jij dan met een idee? En dan willen we ons beter kunnen focussen op die biscuits en de vulling en dan morgen met de versieringen. Inzicht ontbreekt een beetje bij mij, denk ik.